Laszlo moet weg met Sados. Niet in de muur, maar ernaast. Van Gaal heeft hier wel oren naar. Door de muur heen en met moeite Hesp. Dan nog de sliding. Er wordt gevraagd om een strafschop, maar dat is het natuurlijk niet. Lastig deze vrijtrap voor Hesp, omdat hij door de muur heen gaat en nog even wordt aangeraakt. Daar komt Tibi. Die gaat naar het gras. Maar nee, het is niet. 20 minuten gespeeld, er is nog weinig gebeurd. Nu Nelissen en Van Galen die profiteert. Goed, gelijk genomen en het doelpunt van Barry van Galen. Zo gebeurt er toch nog wat. De diepe bal is dreigend. Achterin bij Fortuna staat het niet helemaal lekker. Nelissen gaat in de clinch met Dirks. En dat Van Galen daar zo vrij mag staan is ongelooflijk. Hij legt hem er in tweede instantie in. Barry van Galen, zijn tweede dit seizoen. Half uur gespeeld bij deze vierde hoekschop voor Fortuna Sittard. Indraaiend van Hermans. En de koppel op de lat is uitstekend, zeg, van Dirks. Buskermolen, de vleugelaanvallers van AZ hebben van plek gewisseld. Perez vanaf links nu, Didi vanaf rechts. Het helpt voorlopig weinig, maar nu ineens Nelissen met de actie en het doelpunt. In ieder geval de actie, maar niet het doelpunt. Emeran, scheidsrechter van Egmond, kijkt op zijn horloge en fluit af. Het was sfeerloos, het was niet goed. AZ scoort een keer, krijgt geen doelpunt tegen. En verdient daarmee 3 punten die het hard nodig heeft om niet 16e te worden. 3 belangrijke punten dus voor AZ. En Fortuna, ja, dat gaat degraderen.